welkom bij deze nieuwe video. En zoals je ziet, ik ben echt ontzettend blij, want er komt een nieuwe pack in Planet Zoo op 4 april. En zover ik het kan kopen en kan krijgen, zal ik het doen en zal ik daar een video van maken. En we gaan nu even kijken wat er allemaal te verwachten is van Planet Zoo. En sowieso als eerst zie je dit scherm met echt heel veel nieuwe planten. Bijvoorbeeld hier zie ik iets. Ik zie hier allemaal, bijvoorbeeld hier zie ik allemaal vleesetende planten. Hier zie ik zo'n stinkbloem. Hier zie ik ook van die varens. Daar zie ik nog wat. Deze bomen zijn ook, je ziet ook van die lianen eromheen. Echt super vet. En dan zie je hier ook nog een soort van grote liaan. Op de achtergrond zie je allemaal van die tempels. Hier stenen. Boomwortels. Echt, je ziet hier van alles. Maar laten we verder gaan. Hier zie je een gibbon. Deze. Dat is een aap. En hier zie je dus ook allemaal van die tempels. En wat me ook heel erg opviel was deze lijn. Die heb je nu nog niet op Planet Zoo. Maar die komt er dus blijkbaar wel. Waar dus dieren aan kunnen hangen. En hier heb je dus weer veel meer planten. En hier ook. Daar heb je rotsen en weer tempels. Echt, je hebt van alles volgens mij. Deze pack heet trouwens Tropical Pack. En hier zie je het verblijf van een penseelzwijn. Die zie je hier. Hier zie je een Aziatische varan. En hier ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Luiaards. En ik heb zelfs ook nog eens gehoord dat deze in een walkthrough habitat zit. Dus net zoals de vleermuizen en de vlinders. Kan je hier doorheen lopen in zo'n soort van terrarium. Had ik dus niet verwacht van deze luiaard. Dan heb je deze planten trouwens weer. En dit hangt trouwens ook aan een tempel. Hier ook een nieuwe soort van hekken. Hier zie je dus ook weer van die huizen en tempels. En van dit soort planten. En hier heb je dan die gibbons. Dan heb je hier zo'n plank. Dat is echt een super vette game. Back. En nu gaan we even de screenshots bekijken. Nou, daar zijn we weer. En zoals je hier kan zien, heb ik hier de screenshots. Ik kan ze even niet vergroten. Maar hier heb je dus de gibbons. Oftewel, precies zijn de largibbon. En je ziet hier ook aan de hangen en zo. Hier heb je gewoon een beeld van het tropische gebied. Wat je gaat gebruiken. Hier heb je een foto van de penseelzwijnen. Ik vind dit niet echt Planet Zoo-achtig. Ik weet niet. Kijk, was deze heel hard lacht. Grappig. En dit plaatje. En voor duidelijkheid. Er zitten 5 dieren in. Deze. Dus de gibbon. Penseelzwijn. De luiaard. De Aziatische watervaraan. En ook nog de luiaard. Oh, die had ik al gezegd. Ik bedoel de vossen. En dan heb je hier ook nog de update zelf. En hier heb je socialiteit. Ik weet niet precies wat dat inhoudt. Kijk, dan zie je met wie ze kunnen omgaan, volgens mij. Denk ik. En volgens mij komt er ook een nieuw pad. Trailer weer. Komt ook een nieuw pad. Een soort van een nul pad, net als je een nul hek hebt. Laten we anders even Planet Zoo gaan spelen. Dan ga ik even. Ik was al begonnen aan een dierentuin. Er zitten nog weinig dieren in. Dus die ga ik nu even laten. Nou, daar zijn we weer. Ik was hier begonnen aan het verblijf van een dwergnauwpaard. Daar gaan we ook lekker mee verder.
Alleen we gaan niet veel te veel doen, want ik heb net ook al de pack laten zien. Kijk, hier heb je de Kaiman. De brilkaiman om precies te zijn. Hoe heet deze? Florencia. Die andere heb ik hier ook ergens zitten. Ah, kijk hier. Er zit Avelina. Twee vrouwtjes, want ik dacht een mannetje en een vrouwtje of een mannetje en een mannetje, dat wordt oorlog. Dan ga ik even kijken wat ik aan de randen ga doen. Misschien kan ik daar ook wel deze stenen voor gebruiken. Pak ik deze stenen. Oeh. Nee. Zo. Allemaal. Nee. Wacht, dit heeft even. Nee, wacht. Zo, en dan wil ik alleen. Godsamme. Nou, dit is gelukt. Ik ben dus achtergekomen dat je met Z, dus ook een tip voor mensen thuis. Met Z kan je dingen draaien. Dus als ik op Z druk, zo, ja. Zo. Even kijken, ja. Komt wel goed. Zo. Ik ben trouwens nu bezig met gewoon mooie verblijven maken. Ik ben niet te veel met welzijn. Ik heb gewoon welzijn uitgezet. Oh, ik ben echt zo blij dat je kan kopiëren. Ik ben echt veel te lui om zelf die dingen helemaal te gaan bouwen. Maar volgens mij is iedereen dat. Nou kijk, zo ziet het nu uit. Deze bomen komen trouwens uit. Oh. Dat wist ik niet. Trouwens niet uit Afrika. Waar het dwergnauwbaard leeft. Dus Afrika. Dit wordt trouwens een volledig tropische dierentuin. Alleen maar tropische planten en dieren. Het maakt niet uit in welk gebied ze leven. Dus ja, dat. Mooie plantjes erbij. Misschien is het ook wel leuk om even dat wat oh, verkeerde knop. Wat planten zo in die stenen te zetten. Oh ja, dat moet natuurlijk wel tropisch zijn. Maar goed. Even kijken, wat is een goede. Ja kijk, dit is perfect om in. Of niet. Kijk, dit is wel goed. Zo. Plantjes er doorheen. Kijk. Zo. Hoeft niet al te veel, denk ik. Iets van dit of zo. Deze grote kapotboom. Ik heb willekeurige draaiing aanstaan en als ik dat vorige keer toen ik dat uitzette. Ah, nou. Oh, trouwens. Kijk, hij staat nu schuin. Dat hoort niet bij deze boom, toch? Dus dat is ook schuin. Oh nee. Dus in ieder geval, dit wordt dus dwergnelpaardenverblijf. Lekker veel boompjes. Volgens mij leven ze ook op hele tropische plekken. Ik bedoel waterige, jungle-achtige plekken met veel planten. Deze
bomen erbij. Het echt een beetje een jungle worden. Nou, je kan heel erg je best doen om hier een jungle van te maken. Zo makkelijk is dat niet. Oké, Paraplucasia. Oké. Yo, dit is wel heel groot. Staan er zulke grote planten dan? Even kijken, zoiets. Dit is wel leuk. Hier zijn ook lekker veel soorten bomen van. Plaatsen wij even overal hier. Zo. Kijk nou, dit ziet er eigenlijk wel best wel vet uit. Hoe ziet dat eruit als je vanaf hier kijkt? Ook wel leuk. Dus let's go met die dwerfhippo's. Darren doen wij. En wij doen Latasha en wij doen Fabio. Hoeveel dwerg... Oh, ik had er al een paar. Sorry, kunnen wij die niet uitzetten in het wild of verhandelen? Deze moeten naar de dier. Deze verhandelen. Kijk. Deze naar de dier. Zo. Kijk aan. Oh, hier staan nog geen stenen. Moet je hier door stenen heen lopen? Ja, dat moet ze. Die stenen weg. Is wel goed denk. Zo. Nou, ik ben al best tevreden over dit verblijf. Ik moet alleen nog even bomen omheen zetten. Dat kunnen we hier ook wel uitpakken. Oh, hij staat op pauze. Kijk. Ik pak dit stuk bijvoorbeeld. Oh, niet dat ding. Geen faciliteit, dat hoeven we niet. Ctrl D, huppatee. Daar maken we even een groot bos van. Zo. Kijk, nou wordt het echt een bosje. Ook nog even. Ah, kijk, daar komen ze al. Kijk. Nou is het een jungle. En niet een beetje ook. Wat? Waar gaat hij naartoe? Hoi! Hé, hey, daar is hij weer. Kijk. Dwerg naar paard is... Is er... Oh, wow. Oh, hier hoort blijkbaar een lamp bij. Oké, dat is ook wel mooi. Oh, hij is gewond. Ik wil niet gooien met die doos. Dit was de video voor nu. Voor nu, bedankt voor het kijken en doei.